Kijk, de grandeur van dit kurhaus, hè, die fantastische zaal die al 130 jaar oud is. En ik wil heel graag een entourage hebben die aangeeft hoe groot Anastasia is, hoe rijk Anastasia is. En wat ik nu merkte met ook de spelers die hier binnenkwamen, en dat zijn heel veel jonge mensen, die zie je zo rondkijken. En dat is precies wat ik ook bij Anastasia wil. Dat je in die zaal zit, kijkt naar die kostuums, kijkt naar die decors en denkt, dit is groot. Het is een grote Scheveningen musical. Nou, daarom zijn we hier. Ja, het is thuiskomen voor mij. Zo voelt het een beetje. Ik reed hier naartoe. En ik woon in Zoetermeer, dus dat is niet zo ver hier vandaan. Maar het is hier begonnen. Maar ik heb in april 98 ben ik aangenomen bij Miss Saigon. Heel lang geleden, de vorige eeuw letterlijk. En heb 5 jaar lang alleen maar in het Circus Theater gespeeld. Met Miss Saigon, Elisabeth en Aida. Ja, het voelt bij mij als thuiskomen. En dan ook nog in zo'n mooie grootse productie. Dus ik ben heel gelukkig. De repetities gaan heel erg goed. We zijn nu 9 dagen bezig en we hebben net de eerste doorloop gehad. En die ging boven verwachting goed eigenlijk. Dus het is ontzettend leuk om te doen en de cast is fantastisch, de groep is ontzettend leuk, dus ik ben eigenlijk heel gelukkig op het moment. Ten eerste zijn het allemaal hele mooie, talentvolle jonge mensen, maar volgens mij zijn ze ook hartstikke gezellig. We hebben net voor het eerst in de Anastasia-bus gezeten en toen was het ook al heel gezellig met champagne en met gejoel en gejuich en gedoe, dus iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Ontzettend leuke groep, echt waar. Moet ik totaal anders wat ik ook gewend ben in Duitsland, een stuk jonger en heel gevarieerd. En ik bedoel, en het fijne is dat we ontzettend veel ervaringsdeskundigen in de groep hebben zitten en ook heel veel nieuwe mensen. Mensen die nog op school zitten, die doen als een stage. Ik bedoel, dat allemaal samenkomt, is natuurlijk fantastisch. Dus hele leuke groep, ja. Nou, wat het leuke is aan Anastasia is dat het weer echt een musical is. Snap je? Echt een musical, musical. Met heerlijke, goed gezongen muziek, met dans. En je ziet aan deze mensen, die houden echt van musical, hebben opleiding gehad voor musical en die mogen weer eens een keer. En daarom zie je deze mensen bij elkaar zitten. Dus ik denk dat we een gouden club hebben eigenlijk. Zeg je adieu, breek je deze band. Hoe zing je weer adieu in een vervreemd land? Ik denk dat het gaat over het vinden van je identiteit. Wie ben je? Wat wil je? Waar ben je naar op zoek? En ik denk dat iedereen zich daar wel aan kan... iedereen dat wel herkent. En bovendien is de muziek en het verhaal zo ongelooflijk goed. Dus je hebt sowieso een fantastische middag of avond uit. Je wil naar het Circus Theater om even 2,5 uur de wereld te vergeten. En je krijgt hier waanzinnige muziek, een groot live orkest, een mooi verhaal. Op het ene moment zit je in een sprookje voor je gevoel. Of waan je als jong meisje een prinses. En het andere moment zit je in een grijs, gevaarlijk Sovjet-kantoor. Wordt het Zwanermeer, wordt ballet gedanst. Het grote ensemble nummer. Alles wat je wil zien in een grootste productie in het Circus Theater zit erin. Het stuk is ouderwetse musical. Het heeft de ouderwetse musical grandeur. Dus waanzinnige kostuums, prachtige muziek. En wat ik persoonlijk heel erg leuk eraan vind, is dat het gebaseerd is op een waar gebeurde legende. Het is gebaseerd op een karakter die echt geleefd heeft. Dus een stukje mysterie ook. Enerzijds de fascinatie met het verhaal en het historisch aspect, maar anderzijds de muziek is zo mooi. En het ziet er zo gedetailleerd uit. Als je die kostuums hier ziet die hier ook opgesteld staan. Het is weer, mensen zijn weer bezig met kraaltjes en dingetjes en die elk detail wat telt. Ja, dat is het Circus Theater. En dat is het Avond Circus Theater. Daar horen dat soort producties te staan. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de grote producties zoals The Lion King en Mary Poppins en Tarzan. Maar iets als dit, waar we door middel van moderne techniek in combinatie met bijvoorbeeld deze historische kostuums. Ik bedoel, als je hier naar kijkt, dit is gewoon gebaseerd op een echt Romanov design, zeg maar. Die is heel bijzonder. En als je het niet hebt gezien, dan heb je echt iets exclusiefs gemist. Dus je moet gewoon komen kijken.